Okay, als ik maar gewoon genoeg hout heb zo om een toolcover te maken, dan kunnen ze in ieder geval niks meer doen. Oh, hier is ik ben dat. Oh, oh, sorry, man. Ik zeg, ik ben hout aan het, ik ben hout aan het hakken. Ik vertrouw niemand meer. Shit, nee, niet allemaal tap. Oh. Waar is mijn hout? Waar is mijn hout? Fuck. Daar, oké. Okay. Nog even. Oh, jemig, wat een stress ook. I know. Oh. Holy shit. Oh, maar die beer was een lifesaver, gek. Ja? Ja. Maar wat had die vent allemaal nog dan? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, wacht, ik weet niet eens of hij zijn wapen gedropt heeft of niet. Hmm. Had hij een wapen dan? Oh ja, een boog. Oh. Dus zal hij wel weer vast hebben. Nou ja, whatever. Heb ik genoeg? Hij loopt hier nog steeds omheen, of niet? Nee, daar ben ik. Oh. Ik kom nu naar binnen. Oké. Maar goed, ze weten waar we wonen, dus... Ik denk dat ze volgende keer ons zullen reden. Ben jij dat? Ja, okay. Ja, ik ben degene die de deur kan open. Ik weet het gewoon niet meer. Oké, toekomst. Oké. Jee. Nou, we kunnen weer bezig met dubbele muren. Oh, mijn hart gek. Ja, mijne dan, hé. Oh, heb je nog kogels voor mij? Ja. We hebben alweer alle kogels kwijt. Ja, ik heb die kerel wanneer ik moet knallen, man. Ja. Door nog toe. Oké, en nu? Tool cupboards. En dan... Kunnen die niet meer naar boven? Kijken wat de damage is. Repareren. En dan weer verder. Ja, maar ze zijn nog niet helemaal weg, denk ik. Ze komen nog wel weer. Ze pakken wapens en dan komen ze weer. Ik weet niet hoeveel wapens ze nog hebben, though. Maar ze leken me niet echt mensen die... Niet echt een voorbereiding hadden of zo. Maar goed. We moeten wel zorgen dat we alles goed kunnen verdedigen nu. Ik heb alles alsof hij al die chesten gedaan. Ja, ik heb niet genoeg splaats, wat heb ik? Plaats meer. Plaats. Wil jij dat erop? Oh. Ja, was jij. Hier is nog plek. Rechtsboven. Oh ja. Zo, waar is al het hout zat? Oké. Zo, heb ik daar even wat kleren neergelet van die kerel. Waar heb je die dat ding dan? Welk ding? Moet je die niet plaatsen? Toekabbert? Ja. En die is nog bezig met maken, Steven. Nog 35 seconden. Oh. We hadden hun niet kapot gemaakt. Oh, die choppen natuurlijk. Ja. Oh, goede call om het weer helemaal dicht te maken trouwens. Ja, we hebben nu alleen te kloten, maar... Ja, nou, dat... dan worden maar weer een half uur die dingen kapot. Ja, anders waren we toch... Nou ja, of we maken via buiten, dat we via buiten... Ja, het was dat, kunnen. Of we waren ons hele base kwijt. Ja, precies. Ik als een malle, jongen, alle steen pakken, joh. Zodat die chopper er niet meer bij kon. Goh, jemig, man. Die chopper, dat was het gewoon, hè. Als die chopper er niet was, dan... Ja. Oké, authorize. Maar waar spawnen die gozers dan? Steven, authorize yourself. Oh. Thanks. Oké, doe hem dicht? Nee. Ik heb daar geen building. Volgens mij loopt er nog wel iemand om ons heen. Er zijn twee dingen die ons hebben gesaved. Het als laatste dat ik de bovenmuur heb gemaakt. Het tweede dat je een dubbele muur had. Ja. Want anders... Huh? Oh. Oh. Je kan nog wel zien dat hij er is. Ja. Nou ja. Oh. We kunnen ze in ieder geval niet als ze naar binnen komen gelijk de dingen pakken, I guess. Volgens mij knokt iemand op de deur, of niet? Hallo? Oh, kan ook zijn dat jij dat was. Is anyone out there? Anyone out there? Hallo? Oh, maar volgens mij hadden wij hebben ook wel een advantage dat we gewoon meer kogels hadden. Ja, want had jij nou die AK van hem afgepakt? Ja, we hebben twee AK's nou. Of hebben we drie AK's? Want jij had, nee, want we hadden al een AK. En toen had je een AK van de airdrop. Nee, volgens mij had hij geen AK, maar een Thompson. Want die Thompson heb ik. Oh, oké. Okay. Maar hij had ook geen kogels van de AK. Maar ik dacht dat hij een AK dropte, ja. Dat is waar ook. Wel raar. Nou. We wachten wel weer. Dat was me even spannend. Of niet? Wat ga je doen? Oh, jeetje. Oh. Ik ben helemaal kapot van.
je iemand ziet of zo, schreeuw, dat is een gek. Als je hard eruit kon bonsen, dan was je fataal door de kamer geschoten. Oh, kijk, ze zijn hier door de muur ingegaan, ja. Waar? Ik kom ook even naar buiten. Waar? Waar ben je? Oké, dan moet je op die stone barricade, dan op... Ja, dat heb ik denk ik straks ook dood. Okay. Maar we kunnen die vent trouwens ook nog looten. Welke vent? Die hier ligt? Oh, nee, die is al wel. Ja, daar wil je niet in, meneer. Kijk, nee. Deze muur hebben ze hier weggehaald. Oh, ja, de helft heeft die chopper volgens mij. Ja, oké, maar ja, toch. Hoppa. Foei. Wacht, stop eens niet. Ik denk dat het een beest is. Maar ik kan niet zien. Nou, ik weet niet of dat een beest is. Oh, dit is ook allemaal weg, joh. Een hele foundation. Ben je nou op de grond? Ja. Oh, okay. Ja, dat was een zwijn. Maak die hier aan de voorkant, Robin. Waar je op moet, zeg maar. Maak die maar niet. Wat? Die op de tweede etage, die twee ramen, die je nog niet van stone hebt gemaakt aan de andere kant. Ja. Die moet je niet maken, want ik denk dat we daar dan een trap maken. Een trap? Wat? Hoezo? Ja, maar dat ze naar boven kunnen. Ik denk dat dat een beter idee is. Ik denk het niet. Niet. Want dan heb je een trap hier buiten waar ze makkelijker binnen kunnen komen. Maar dan maken we dat ook heel goed verdelen. Wat is dat gerommel buiten? Jemig, man. Maar ik wil wel graag weten waar ze nog spawnen. Ik was zo freaking dichtbij. Ik denk dat ze gewoon die dingen mee hebben genomen. En dan neer hebben gezet. Ergens in een bosje, ja. Dat is ook wel slim natuurlijk, als je gaat raiden. Om dan inderdaad een sleeping bag en dan gewoon een chest naast te zetten ergens in een bosje. Ja, dat... En als je dat spawnt, meteen nieuwe spullen pakken. Dat heet een raiding house. Of een raiding tower in ieder geval. Nee, niet een raiding tower, een raiding house. Of een raiding base, dat is het. Ga je gewoon dicht bij de base die je wilt gaan raiden, maak je een base neer en dan zet je allemaal slaapzakken en een kisten vol met shit gewoon. Hoezo allemaal slaapzakken en je hebt... Ja, oké, maar dat is omdat je als je een hele groep hebt, zet iedereen zijn slaapzak neer. Wauw! Nou, dat was wel weer... Okay. Iets. Kunnen we de base zo anders... Ja, want ik wil nu ook niet zo uitloggen, weet je wel? Ik ga eerst de base weer even repareren. Nou, we hoeven ook niet uit te loggen, toch? Nee, weet ik. Maar... Of wachten we eerst tot het... Oh shit, dit is ook alweer. Ja, wacht eerst even tot het licht is, dan gaan we wel... Ik ga wel hout hakken. En de stone. Want we hebben wel echt wat stone nodig, hoor. Ja. Ze hebben de eerste deur hebben ze er ook uitgehaald. Nee, die woede door. Nee. Zullen we dat nee. Door? Die freaking armor door, Zeewan. Die hebben ze eruit gehaald. Ja, de chopper. Ik weet niet of dat de chopper was, maar... Leek hem niet echt iemand die echt van plan waren met Sifor als knallen, want anders hadden ze wel betere spullen. Oh ja, nee, inderdaad. Het is pas de tweede dag dat het... dus ja, Sifor kan er niet geweest zijn. Nee. Maar ja, het kan zijn dat ze gewoon de frame hebben neergehakt, maar... Hmm. Wauw. Just wow. Maar goed, het is er niet gelukt. Maar ik snap ook niet dat ze niet door hadden dat er geen tool cupboard was. Want anders hadden ze die gewoon ergens neer kunnen zetten, daar omheen kunnen bouwen. Maar ja, misschien hadden ze natuurlijk ook geen resources ervoor. Nee, zo ook wel niet. Ah shit, ouwe. Dat was maar wel weer iets. Oké. Okay. Hoe wil je zo'n freaking stonewall kapot krijgen dan? Ik ga... Nou... nee, dat is eigenlijk op zich valt het mee als je met z'n 2 of met z'n 3 bent met een iron pickaxes. Dan is het op zich wel te doen binnen 10 minuutjes, I guess. Maar... Oh, wacht even, laat me ook even binnen.
Oh, hout is ook hierop. Oh, ik heb geen sleutel meer. Oh. Dan laat je die even open. Had je nog metal fragments? Nee, die heb ik vast ergens op de chest gedaan, de stress. Ik zal even meezoeken. Het kan ook zijn dat ik ze allemaal heb gebruikt hoor. Oh man. Oh my god. Oh, hier zit een. Ik heb de sleutel. Nu weet je niet dat hier. Oké, ga door. Nu weet iedereen dat hier een. Zo'n ding is. Ja, nee, dat wist hij eerst ook voordat die muur er stond. Oh, maar je kon hem niet verder, kon hem niet verder naar achter doen? Nee, dat kon ik gewoon niet. Oh, past niet. Oh, de vorige keer zag ik hem niet. Jawel, de vorige keer zag je hem wel. Oh, ben ik blind. Is het? Volgens mij hoor ik weer een beer of zo. Gossie, 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 gossie. Foi, foi. Oh, foi, jongen, foi. Je moet die wagen een half uur voor uitrusten hoor. Zo, de deuren los. Alles ventileren hier. Oh, ik ben zo blij dat ik die dubbele muren gemaakt, gek. Inderdaad. Oh. Ik denk... Maar echt, toen we ze dood hadden, ja... Toen wij dood waren, jongen, dat ze hier binnenkwamen, dat was echt... Oh, ik kan me echt niet geloven dat ik dat heb gewonnen, jongen, die fight, jongen. Ik spawnde hier, jij was helemaal weg. En ik was dood en ik spawnde hier zo weer zo. En ik sta zo op en ik denk, weet je, ik bedenk me gewoon niks. En ik pak gewoon mijn... Ik bedenk me gewoon niks. Nee, echt waar, jongen. Ik gewoon met dit ding, hè. Deze, ja. En ik slaan op die vent, jongen. En hij wou me niet dood. En toen ging die bandage en dan ging me niet dood. Toen kwam hij hier bij het gat. Hier zo stond hij. Uh-huh. En toen schoot hij chop op hem. Weg was hij. En ik dacht, holy shit. Dus fuck, wat moet ik nou doen? Oké, weet je, ik ga in het hoekje zitten dat je chop in me niet ziet. Ja, maar dan komen ze daar weer bovenaan. Toen kwam er nog eentje. Toen had ik die dood gemapt, volgens mij ook weer. En toen dacht ik van, weet je wat, ik moet nu weer een stoom pakken. En alles dicht gechopt. En toen eerst ook nog met rockers ging hij ook nog stuk. Dus ik en toen... Oh, supply drop. Ja. Ah. Oh. Maar echt mooi gewoon dat je gewoon zulke verhalen kan maken, hè? Wat? Holy shit, jongen. Dat was echt heavy shit. Oh, is je al gedopt? Nee, ik weet niet eigenlijk. Ik ga even kijken. Ah, oh, dat is sowieso veel te ver weg. Oh, daar is hij. Ja, dat is wel ver weg. Man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ja. Wat een gedonde. Oh, nee. Oh. Wat? Wat raar. Dacht dat ik iets zag. Stefan? Nee, dat zal niks zijn. Stefan? Nee, grapje denk ik. Grapje denk ik. Oké, okay. Ik ga even snel naar de wc. En wat drinken halen, yo. Yo. Hallo. Oh, ben ik blij dat je er weer bent. Wat dan? Wat nou? Ja, gewoon, volgens mij loopt hij een beetje buiten. Ik heb helemaal niks. Ik heb een suikerwafel. Dat heb ik wel even nodig. Oh, ik heb de hele avond nog geen eten gehad. Wacht. Eeuw. Ja. Zo, ik heb hier een paashaas vol chocola. Een paashaas vol chocola? Loop jij om de beest heen? Ja. Stefan, het is een zwijn. Ja, dat weet ik. Dat misschien niet kan zijn, maar... Ik zei, er loopt een beest buiten. Ja. En of de zwijn is of niet, het is en blijft de beest. En ik wil er niks mee te maken hebben.
Goed. Ik ga naar de selfish plek. Ja. Dan ga ik wel weer resources zakken. Hoeray. Oh, ik heb gewoon alles nog wel. Het meeste. Ja. Maar hun komen hier dus ook op die selfish plek. Ja, iedereen. Nou, niet op... Nee. Als je dicht bij die dom zit, dan ga je niet in. Nou. Ik bedoel... Nou, ik niet. Oh, oké. Okay. Maar goed, we zijn dus eindelijk weer uit onze base. Oh, ja. Komt wel goed, hè? Oh, frisse lucht. Oh, en chocola. Oh, sorry. Oh, vent. Maar was dat stressvol, hè? Ja, het is... Zo. Heftig. Zo mooi gewoon. Dat heeft die Rainbow Six Siege trouwens van Tom Clancy. Hm? Dat heb je wel van gehoord, toch? Hm? Dat je één team moet een zo'n huis bewaken of zoiets. In ieder geval verdedigen. En de andere moet binnenstormen, deuren kapot blazen. Eenmaal tactisch en shit. Nou, vet. Maar dat heeft Rainbow Six Siege ook een beetje geprobeerd. Die... Hoe heet dat? Dat gevoel te krijgen. Maar weet je, het is gewoon... Met Rust heb je gewoon zoveel werk aan... Gewoon aan zo'n base maken, weet je wel. En bij die Rainbow Six Siege... Dan is dat gewoon al één huis... Die er al staat en je hoeft er alleen maar te verdedigen. That's it. Maar hier heb je gewoon echt... Gewoon, je raakt je hele leven kwijt gewoon. Ja. Ja. Ja, dus het is echt zoveel spannender en zoveel beter. Dat maakt het spel gewoon echt... Zo onwijs gaaf, ja, dit. Ja. Ja, zeker. Ach, jemig. Zoals dit ook, jongen. Je hart gaat echt tekeer, jongen. Je gaat denken, ik raak weer alles kwijt. Nou, ik kan weer opnieuw beginnen. En ik blijf gewoon constant nu om me heen kijken. Van in, ik ben gewoon echt... Ja, ik ook. Doodsbang dat die gozer er weer is. Zo van... Knock, knock. Schiet hem meteen neer, hoor. Echt waar, geen genade op die gozer. Geen genade op die... Een beer! Nee, echt. Huh? Een beer. Nou, tot nu toe heeft hij ons geholpen. Maak hem ook nog dood, hoor. Best wel ziek. Ja. Ik moest gewoon echt even gauw de body looten voor die knakker er weer was. Mm-hmm. Ja. Hij was ook snel weer, jongen. Ja, hè? Ik wil wel eens weten waar ze dan een beest hebben gehad. Nou, ik weet niet, het waren dus twee gasten. Of twee of drie gasten, I don't know. Nou, in ieder geval twee. Eentje had een pistool en de ander begon alleen met pijl en boog. En diegene met een pistool, die heb ik nou. Dat was die Thompson, volgens mij. Oké. Okay. En je zegt hier, ik heb geen idee waar die gozer is. Nou, dat is natuurlijk onzin, want hun horen gewoon bij elkaar. Anders dan help je elkaar niet zo. Om een beest te reden. Mm. Oh. Hoe. Maar goed, hun weten nu waar wij wonen. Dat is wel op zich een nadeel. Maar op zich valt dat mee. Als we ons gewoon een beest gewoon goed blijven verdedigen. Gewoon meer walls ervoor hebben. Dan kunnen ze niet veel. Nee, dat is waar. Of ze moeten ontiegelijk veel... C4 en rockets. Dus ik zit eraan te denken om misschien nog een layer... naar buiten. Ja, ik vind het helemaal prima. Alleen hebben we veel meer resources voor nodig. Dan hakken. De hele nacht door. Wacht, zat dat nog? Nee, oh nee. Steven is helemaal paranoid nu. Ja, jongen. Ik zie overal mensen nu. Oh. Maar het was een deur. Ja, lach maar. Het was een deur. Oh, nog een Thompson. Hij is alleen bijna stuk. Maakt niet uit. Neem hem gewoon mee. Kan zo gemaakt worden. We hebben genoeg... We hebben repair bench en genoeg high quality metals. Dus. Dat is wel nice als we wat extra's hebben. Ja. Als ze doodgaan, dan pakken we dat weer en dan pakken we ze. Ja, keihard. Van achter. Mag. Nee, ik doe niet mee. Nee, jij hoeft vast. Ik hou vast, ja. Bor ik hem er wel in. De Thompson. Oh ja, oh, ja, natuurlijk. Daar dacht ik ook aan.